De kunst op straat in Groningen is van bijzonder hoog niveau. Daar had ik al een vermoeden, want ik heb al wat dingen gezien en gehoord. Maar sinds ik hier woon, dat is nog niet zo lang, en hoe meer ik zie, hoe meer ben ik ervan overtuigd dat men hier met een bijzondere keuze en ambitie en zeer selectief is aan het werk is gegaan. Dus overal waar ik kom, laat ik me positief verrassen. De samenwerking met CBK was gewoon fantastisch. Dat is echt, dat verdient een pluim. Het heeft in ieder geval de straat een uniek kunstwerk opgeleverd. Ja, we zijn erg blij met het kunstwerk. Het geeft de sfeer een beetje weer. Het is voor de wijk ook prettig dat er kunst is in de wijk. Groningen is een echte cultuurstad. We hebben festivals zoals Noorderzon en Noorderlicht. We hebben een stadsschouwburg met aansprekende programmering. En een museum dat met haar bijzondere exposities een echte publiekstrekker is. De kunst in de openbare ruimte, die het Centrum Beeldende Kunst realiseert, hoort ook zeker in dit rijtje thuis. Kunst op straat draagt bij aan de positieve stadsbeleving van inwoners en toeristen. Het CBK is hier trots op. Een goed voorbeeld is het openbaar toilet van Rem Koolhaas en Erwin Olaf. Groningen toont lef met dit kunstwerk dat vaak terug is te zien in citymarketingcampagnes. De foto's verbeelden de strijd der seksen. En dan zijn er de stadsmarkeringen. Wanneer de kenmerkende schoorsteen met takken aan de Friese Straatweg verschijnt, voel je de stad alweer naderen. De collectie bevat ook kunstwerken met historische betekenis, zoals het Joods monument aan de Herenweg, waar we jaarlijks stilstaan bij de slachtoffers die vielen in de Tweede Wereldoorlog. En het peert van Ome Loex, de trots van veel stadjers. Onbewust bepalen deze kunstwerken de sfeer van Groningen. Ze verfraaien niet alleen de leefomgeving, maar dragen ook bij aan het besef: dit is onze wijk, dit is onze stad. Wetenschappers noemen deze ervaringen de sociale en maatschappelijke waarde van kunst. Het gaat om effecten die helaas niet makkelijk meetbaar zijn, maar die wel degelijk bestaan. Effecten die mede bepalen of mensen zich kunnen identificeren met hun leefomgeving. Effecten die mede bepalen of inwoners zich prettig en veilig voelen. Deze waarden zijn belangrijk, ook wanneer wij voor de toekomst een sociale leefomgeving voor onze stadjers willen garanderen. Ze halen bovendien de leefomgeving uit de anonimiteit en geven haar betekenis. Een kunstwerk waar veel stadjers een band mee opgebouwd hebben is Ultra van Sylvia B. Voor de realisatie van dit kunstwerk werkte het CBK samen met de toenmalige dienst Ruimtelijke Ordening, de Rijksgebouwendienst en Amsteland Vastgoed. Het CBK had een regierol bij de realisatie van Ultra. De financiering werd geregeld via cofinanciering. Meerdere geldbronnen zijn bij elkaar gebracht, waardoor een investering als deze mogelijk is geworden. Inmiddels is Ultra een icoon van de stad. Een ander bijzonder kunstwerk is het Proothuis van Frank Havemans. Buurtbewoners van de wijk Corpus den Hoorn kwamen met de vraag of het mogelijk was een kunstwerk in hun wijk te realiseren. Het CBK betrok hen vervolgens nauw bij de realisatie. Woningbouwcorporaties en de gemeente waren financiers. Samen met hen is een zorgvuldig traject afgelegd. Het resultaat is een ontmoetingsplek voor zowel bewoners van de wijk als de vele fietsers op weg naar werk of naar het Hoornse Meer. Al deze mensen wil Havemans verleiden tot een praatje om zo de sociale cohesie in de wijk te versterken. Bij een ambitieuze stad als Groningen horen kunstwerken als deze. Kunstwerken die bijdragen aan een sociale en leefbare stad. Kunstwerken die bijdragen aan de beleving van een cultuurstad. Maar ook kunstwerken die bijdragen aan de verbinding tussen de wijk en haar bewoners. De kunst op straat draagt zeker bij aan de identificatie met de stad, of met de wijk of met de straat. Het moet een beetje mooi zijn, mensen moeten het ook weer leuk vinden en interessant vinden, daarover een gesprek raken. Elkaar daar misschien ontmoeten. Het leukste is, nou, we spreken af bij dat beeld. Dat is al heel fijn. En natuurlijk is het een tijdsbeeld. Het geeft aan dat een stad modern is, nog leeft en iets doet met de hedendaagse kunst. Ja,
Maar er komt heel veel. En scholieren. En zomers het Pieterpad. En zomers die boten allemaal. Het is eigenlijk een hele. Ja, komen veel mensen langs. Daarom vind ik het ook leuk dat het hier staat. Dat er heel veel het kunnen zien, hè? Ja. Het doet iets, de kunst. Het maakt de straat vriendelijk, vrolijk, aantrekkelijk. Het hoort bij de stad ook om kunst op straat te hebben.